Wat ik je wil vertellen, ik hou van jou. Heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Van zon en maan tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog steeds heel veel van jou. We hebben eigenlijk elk jaar een straatbarbecue en dit jaar hoefden we niks te regelen om de straat af te zetten. Omdat we de Bakkermerstraat al afgezet hebben. Ik moet af en toe even zwaaien naar de buren. We hebben hier met alle buren gezellig een barbecue georganiseerd. Een jaarlijks terugkerend iets. En daar genieten we nu weer van. We treffen het weer met het weer. Ja, ja, maar zit goed, ja. Zit maar goed. Ja, is helemaal mooi. Top. Het is gewoon een lijf van Frans. I kept on singing, singing clear and strong, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly. With his song telling my whole life, with his words killing me softly, with his song. En dan hebben we natuurlijk ook degene die uiteindelijk gewonnen heeft. En dat was ook wel een beetje nostalgie. En het was ook wel een mooi thema. En we vonden het thema passend bij Bakken. En waar we vooral onder de indruk waren was ook de verlichting. En de verlichting was met paraplu's. En dat betekent dat de Van der Meijlenweg met het thema Bakkum aan Zee de winnaar is van de editie 2017 van Bakkum Bruist. Mag ik de vertegenwoordiger naar voren? Of vertegenwoordigers? De ambassadeur, hoor ik net. Ze komen eraan. Kom even het podium op. Ja, ja! Jullie krijgen de tegel, die is heel zwaar.
met z'n even die glazen weg te pakken. Dat is misschien wat handiger. Staat weer zo sociaal. Dat is de tegel en dan krijgen jullie ook nog een check uitgereikt voor borrels en bites voor de meest bruisende straat van Bakkum. En dat zijn jullie geworden, dus die mag ik jullie namens de jury en namens het comité overhandigen. Van harte gefeliciteerd. En tussen jullie, ja, heel goed. Even kijken.